Louise, leg even uit wat je gekozen hebt. En dat is mooi. We hebben hier een iPhone, gaan we zo gebruiken. Dus blijf er vooral zitten en laat iets horen. Maar vertel het maar. Ik heb moet echt heel erg hierin praten. Oeps. Oh. Ik heb een tekst gekozen, maar het is een tekst op muziek. En het is een tekst die komt uit een opera. En die komt, ik zeg er maar gelijk bij, uit een draak van een opera van Verdi. Ja, mooi. Maar dat is zoals opera's moeten zijn. Die gaan over het totaal onwaarschijnlijke, het dramatische wat komt uit misverstanden enzovoort. Ik zal straks ook iets meer over die tekst uitleggen. Als je hem hoort, moet je even goed luisteren ook naar de begeleiding. Want die begeleiding, dat begint dus ook angstaanjagend. Het is een dramatisch moment, zoals alle momenten die opera hangt van het ene cliffhanger in de andere. Dit is de aria van Leonore. Die is beroemd geworden ook doordat Maria Callas hem heeft gezongen. En hij komt uit de opera La Forza del Destino. Dus de kracht eigenlijk van het lot, van het toeval. En die Leonore, die is natuurlijk verliefd, hopeloos verliefd op een meneer. Die meneer en zij hebben per ongeluk haar vader doodgeschoten op het moment dat ze gingen ontsnappen om samen te gaan trouwen. De broer van Leonora zweert wraak en Leonora is nu op de vlucht en is op de vlucht haar minnaar kwijtgeraakt. Hè? Ik bedoel, het moet dramatischer kan het allemaal niet. En dan zoekt ze nu in een dorp waar een klooster is, zoekt ze dus haar heil. En ze heeft ook besloten als haar minnaar overlijdt, dan of ze vindt hem niet meer terug, dan gaat ze definitief het klooster in. Ze komt in het dorp aan op weg naar het klooster en ziet daar haar broer. Die het verhaal over haar vertelt met wraak en alles in de kroeg. Zij is gekleed als schildknaap en maakt zich uit de voeten. En die aria begint met de Italiaanse woorden sono giunta. En sono giunta betekent eigenlijk, ik ben aangekomen, maar ook er mist iets in mijn aankomst. Het is dus een woord van verlangen. Dus luister naar die begeleiding. Tadaa. Staat het geluid aan? Wacht even. Meer krijg ik niet. Ja. Hoe lang duurt het? Anderhalf minuut. Ja. Jullie krijgen wel een beetje het idee, hè? Het geluid is niet geweldig. Zal ik hem houden op de achtergrond? Ja, nee, hou hem op de achtergrond. Laat maar even gewoon ja, zo. Ja, toch? Stop bijna op de telefoon. Oh, wil je het telefoon? Oh. Hou dit even als melodie erin, ja. Zou ik zeggen. Ja. Leg uit, waarom heb je dit gekozen? Nou, ja, er zijn echt een heleboel redenen. Ten eerste omdat ik van opera hou. En zeker ook van Verdi. En Verdi is natuurlijk de man van de 19e eeuw, van de opera, inderdaad in die totaal absurde, dramatische manier. En het gekke, het bijzondere van opera vind ik dat je dingen accepteert in een opera die je in de literatuur nooit zou accepteren. Totale, onwaarschijnlijke keukenmeiden, draken. Als ze gezongen worden, klikken ze prachtig. En er is een manier waarop de combinatie tekst-muziek je raakt, die nog sterker is dan de roman. Mm-hmm. Het zijn natuurlijk allemaal absurde situaties. Mensen sterven staande, zingen nog 20 minuten aria terwijl ze al 3 spieren in hun borst hebben. En toch accepteer je het. De illusie van het theater, tekst en muziek, is zo groot dat je die dingen accepteert. Dus dat is het eerste, dat ik ook weer aandacht voor die vorm van opera wilde. En het tweede,
de titel van het verhaal en ook de hele verwikkelingen vind ik zelf zo mooi. Omdat het gaat over lot en toeval, misverstanden, liefde die niet uitkomt, die wel weer uitkomt. Uiteindelijk loopt het allemaal vreselijk dramatisch af, want Leonora laat er ook het beleven weer bij. Of ze komen in het klooster terecht. Maar het is altijd, eigenlijk gaat het niet goed. Bijna altijd. En La Forza del Destino vind ik zo'n emblematische titel. Hè? De kracht van het toeval, daar gaat het toch eigenlijk in al onze levens over. Nou, ik kan nog veel meer over zeggen, maar misschien is dat een begin. Nee, doe maar. Ja, doe maar. Vertel maar. Nou, het andere wat zo interessant is in dit soort verhalen is natuurlijk dat het ook altijd over geheimen gaat. Het gaat ook altijd over het onuitgesprokene, over jij weet iets van die en die weet weer niet iets van jou. En zo is het natuurlijk eigenlijk ook in het echte leven, dat je heel vaak maar een deel van de informatie hebt en heel vaak maar een deel van de verwikkelingen begrijpt. En ik vind dat opera dat ook op een bepaalde manier bij je brengt. En dit is natuurlijk de tragiek in samengebald in iets waar de tekst is aan de ene kant heel bijzonder, aan de andere kant heel banaal. Het gaat allemaal over Odio en als mijn vader dit geweten had. En, maar je zegt al, het allemaal steeds en het is een breder scala. Maar toch heb je voor deze tekst gekozen. Nou ja, omdat dus die associatie met mij ook heel erg is zoals Callas hem zong. We hebben helaas de Callas-opname niet gehad. Maar Callas is natuurlijk voor iemand die van opera houdt een soort embleem ook van alles. Ik hou heel erg veel van Verdi omdat ik het ook een grote vernieuwer vind. Je zou een hele middag kunnen alleen over Verdi. Verdi is bijvoorbeeld de man die ook begonnen is met de copyrights. Hè? Die ook zag dat opera ook iets was voor het hele volk. Mm-hmm. Dus in Italië, in de tijd van Verdi tot ver in het begin van de 20e eeuw, kon iedere slagersjongen op zijn fiets kon Verdi aria's fluiten. Nou, kom daar vandaag maar eens om. Hè? Dat was echt, hij was dus niet alleen maar wat we nu zeggen van opera is voor de elite en zo. Bij Verdi was dat helemaal niet voor de elite. Dus ook dat is... er zijn gewoon heel veel redenen waar alles bij elkaar komt. Maar ik bedoel ook meer concreet de tekst. In hoeverre jou dat persoonlijk raakt. Vaak is het omdat je jezelf herkent in iets. Of omdat je net liefdesverdriet hebt en het past heel erg bij je momentopname. Gaat de geschiedenis in als een speciaal nummer of een speciale tekst. Nee, dat is het in dit geval niet. Omdat ik ook gebonden was aan het feit dat... dat het maar zo'n heel kort stuk mag zijn. Hè. Ja, zijn natuurlijk, wij hebben het weer andere, gedaan. Ja, natuurlijk. Er zijn andere aria's die misschien een aantal opzichten toepasselijker zijn. Mm-hmm. Ik vind altijd Dido en Aeneas, dat kennen jullie ook waarschijnlijk wel van Purcell. Hè, de laatste aria van Dido. Forget my fate, remember me. Dat vind ik echt een van de mooiste teksten überhaupt in de opera plus literatuur. Waarom vind je dat zo'n mooie tekst? Omdat ik denk dat precies is waar het over moet gaan met een mensenleven. Hè. Mensenleven is natuurlijk iets heel vluchtigs. Wat laat je na? Drie boeken en twee mensen die nog weten wie je bent geweest. Maar dat remember me, maar forget my fate. Vergeet alle tragische dingen, alle verdriet. Maar hou iets van die herinnering levend. Dat vind ik een prachtig tekst. Mm-hmm. Wanneer heb jij opera ontdekt? Of ontdekt? Ik bedoel, wanneer was je er echt voor het eerst door gegrepen? Nou, toen ik heel klein was al. Ja? Ik heb al opera gehoord toen ik een kind was. En ik had een soort opvoeding waarbij wij regelmatig naar de opera werden meegesleept. Maar dat betekende ook dat je het libretto en de partituur moest bestuderen voordat je naar de opera kon. Ja, maar dat kan ook tot een levenslange hekel leiden natuurlijk. Ja, nee, ik was gewoon iemand die alles leuk vond. Ik bedoel, alles waar je iets van kon leren vond ik leuk. Uh-huh. Dus ik ging heel braaf alles bekeken. Maar dan nog een keer, waarom was het dan juist, want dat is interessant, er wordt jou gevraagd om een tekst te kiezen en je kiest een opera. Het leuke tot nu toe trouwens van deze sessies is dat al heel veel mensen met draken zijn komen aanzetten. Ja, oké. Met draken van boeken, met niet noodzakelijkerwijs hele goede gedichten die het uiteindelijk toch de grootst denkbare indruk hebben gemaakt. Ja, want sentiment zit natuurlijk vaak niet in de meest literair geraffineerde teksten. Ja. Sowieso niet, denk ik. Ik bedoel, alle de gedichten die misschien het best gekend zijn, zijn normaal niet de meest literaire gedichten. Nee, ik denk dat Deeltje Maria Min, voor wie ik lief heb, wil ik heten. Dat is een prachtige zin. Maar het is nou niet de meest literaire zin uit het Nederlandse taalgebied. Hoe mooi die ook is. Nou, hij is mooi geworden.
uiteindelijk. Door de associatie. Zo. Ja, maar ook ja. Omdat die nu. Maar nu kun je bijna niet meer zeggen dat het een rotzin is. Nee. Voor wie ik lief heb, wil ik heten. En zo heeft ze er nog een paar staan. Ja. Maar waarom is dat? Waarom is wat? Nou, waarom is het dat nou juist dat raaksel, zoals jij ook zei over die opera? Want het is eigenlijk een draak van een opera. Ja. Maar toch is het ook tegelijkertijd volkomen geloofwaardig. Je hoort ja, en dat het vind ik de magie van de opera. En dat vind ik ook de magie van de kunst. Dat je iets gelooft. Mm-hmm. Ja. Terwijl je rationeel weet dat het allemaal niet zo kan werken. En toch dat je meegevoerd wordt. Juist door, ik denk dat zang ook zo heel sterk. Dat is ook echt zo in allerlei hersenstudies wordt dat ook aangetoond. Ja, zang en muziek raak je heel erg van hart van binnen. Daar zijn echt allerlei neuronen heel actief. En woorden doen dat op een andere manier. En die combinatie van de fantasie bij de woorden en dat diepe gevoel in je lichaam bij die muziek. Ik denk dat een magische combinatie. Inspireert het jou bij je werk? Luister je naar als je werkt, bijvoorbeeld? Nou, als ik echt moet schrijven, kan ik niet naar muziek luisteren. Want dan is dat een toon die net stoort, als het ware. Zeker niet naar gezongen muziek. Ja. Maar ik luister elke dag naar muziek, ja. Mm-hmm. En elke dag ook nog wel vaak naar gezongen muziek. Trouwens niet alleen opera, uiteraard. Naar, bijvoorbeeld? Fado. Prachtig. Ja, precies. Ja. Zelfsmakig. Kun jij nog het moment herroepen, even van de muziek weg naar teksten? Dat vroegen we net ook aan Stefan Hetmans. Was je er toen al? Heb je dat gehoord? Nee, ik hoorde het niet, want ik zat daarachter en de akoestiek is heel slecht. Nee, maar we vroegen aan Hetmans, die kon niks kiezen. Hè? Want toen zei hij, ja, wat moet ik dan kiezen? Traakoron, Godfried, Ben. En toen gingen we daarnaar vragen en toen kwam hij uiteindelijk aanzetten. En dat was ook wel mooi, met een aantal verschrikkelijke draken. Hubert Lampo, een katholieke non uit de kast van zijn vader en moeder, Rossel. Ja. Wat was de eerste tekst? Sorry? Ik versta het even niet. Die was de katholieke non. Ja, precies. Oh ja. Maar kun jij het moment herroepen dat je voor het eerst iets las dat diepe, diepe indruk op je maakt? Ontroering, getroffen, of dat je dacht, zo zou ik willen schrijven of dit wil ik imiteren? Dat weet ik niet meer precies, want dat wil ik imiteren. Maar ik kan me wel herinneren op twee momenten het gevoel dat literatuur iets oversteeg. Dat het niet alleen maar iets letterlijks was. En dat was, ik had een vader met een goed gevulde boekenkast. En daar stond één boek in, dat heette Homo Faber. En toen realiseerde ik plotseling dat Homo Faber, Max Vries, dat ging over iets heel anders dan je. Deze was het Latijn. Maar ten tweede was het een verwijzing naar een hele grote denkwereld. Dat ik plotseling dacht, hey, je vertelt niet alleen een verhaal, je laat mensen ook denken. En het tweede, zeg ik nu spontaan, ik heb daar niet eerder over nagedacht. Mijn vader vertaalde in die tijd zelf gedichten uit het Latijn, Grieks, Latijn. En hij publiceerde in die tijd, dus ik was 8 of zo, een bundel. En die had als titel Krekels in olijventuinen. En toen dacht ik, dat gaat natuurlijk niet over die letterlijke krekels. Ik bedoel, als je 8 bent, ben je natuurlijk nogal letterlijk. Krekels in olijventuinen gaat iets over het Middellandse Zeegebied. Gaat iets over, gaat over poëzie, gaat over stemmen. Gaat over een hele andere dimensie. Dus toen ontdekte ik dat literatuur meer zegt dan de woorden letterlijk zeggen. En dat herinner ik me, die bundel Krekels in olijventuin, dat herinner ik me nog als de dag van gisteren. Vooral ook omdat het zo grappig was dat natuurlijk het Grieks aan de ene kant stond en het Nederlands aan de andere kant. Dus toen zag ik ook plotseling twee schriften. En dan, ja? Nee, omdat je vroeg wat je geïnspireerd heeft of wat je, nou ja, waar je, hoe zeg je dat? Ja, niet wat je hebt geïmiteerd, maar hè, dat is toch wat je in het begin doet als je gaat schrijven. Van ik wil een beetje die stijl overnemen. Of zonder dat je het door hebt, ga je imiteren. Dat denk ik helemaal niet. Want ik ging schrijven toen ik 10 was of zo. En dan imiteer je helemaal niemand. Dan weet je helemaal niet wat. Ja, als je zo jong bent, niet. Nee. Dus ik schreef al verhaaltjes toen ik 10 was. Nee, maar wat je nu als voorbeelden geeft van je vader. Ja. Dat zijn mooie voorbeelden. Die gaan er natuurlijk ook over dat je ontdekt dat de wereld groter is. Ja, dan wat jij in je voor- en je achtertuin ziet. En niet letterlijk is. Nee, precies. En niet letterlijk is. Maar er is ook een moment
En dat keert in al deze gesprekken vanavond telkens wel een beetje terug, waarop je voor het eerst iets leest. En dat hoeft niet iets heel goeds te zijn, dat kan een draak zijn. En dat je denkt, maar dit zou ik ook willen kunnen. Zo'n soort verhaal zou ik ook willen maken. Ja, heb je dat gehad? Maar als volwassenen ja. bedoel je? Ja, als je zo jong begint, heb je dat puber, natuurlijk niet. Maar later op je 15e, 16e. Of... Ja, dat is een goede vraag. Ik kan dat denk ik niet echt goed beantwoorden, eerlijk gezegd. Ik heb zo verschrikkelijk veel altijd gelezen. En zo vroeg al, dat ik echt niet meer precies weet wat nou het werk was waarvan ik dacht, ik wil ook zo schrijven. Maar wel romans die je op je 14e, 15e las. Ik kan er drie opnoemen, ga ik niet doen, die ik in die tijd las. Waarvan ik dacht, oh, dit is wel op... Ja, ik las natuurlijk in die tijd dingen als Dostojevski. Maar het was niet zo dat ik dacht, ik ga ook Dostojevski schrijven. Maar dat was wel natuurlijk die hele grote, ook Stendhal en zo. En dat soort grote 19e eeuwse romans. Ja, die hadden ook iets meeslepends. Omdat je dus gewoon 500 bladzijden lang in een andere wereld verkeerde. En ik kon dus niet ophouden. Ik vond het vreselijk als het boek uit was. En het was niet zo dat ik ook die 500 pagina's per se wilde schrijven. Maar wel het idee, en dat heb ik ook wel in mijn romans, van dat je echt een hele grote wereld wil creëren. Dus dat je wil niet, ik heb al één kleine novelle geschreven, maar meestal zijn mijn boeken dik. Omdat ik ook mensen mee wil slepen. Dus het is niet de imitatie van de stijl zozeer, als de imitatie van de ervaring dat je meegevoerd wordt. En als je dan, want je noemt nu Dostojevski, dat kan ik me ook nog wel herinneren. Dat Schuld en Boete bijvoorbeeld, dat je dat leest. Ja. En wat was het dat in die wereld van hem, zoals hij die beschrijft, jou het meest fascineerde, het meest beklemde of hoe je het ook wilt noemen? Nou, wat voor mij met die rust in het algemeen was natuurlijk ook, en bij Dostojevski, is die ongelooflijke ongelijkheid. En ook weer dat lot wat bepaalde of je überhaupt kansen had in het leven. En dat daar een wereld was die zoveel oneerlijker en onredelijker was dan de wereld waar ik in leefde, waar eigenlijk gewoon heel veel dingen konden. Dat er abjecte onrechtvaardigheid was. Dat ook bestond. Ik denk dat me dat wel heel sterk beïnvloedde. En hoe onbevattelijk het ook weer was. Ja, maar het heeft wel natuurlijk, ik bedoel, dat ik las Dostojevski op het moment dat ik ook geïnteresseerd raakte in Afrika. Dus die dingen bevruchten elkaar natuurlijk wel. He, want dat is ook natuurlijk de onredelijkheid van het lot als je in Biafra bent geboren. En dat is hetzelfde lot als je als zoon van een lijfeigenaar bent geboren in Rusland. Al is het dan een eeuw eerder. Ik dank je wel. Dank jullie wel. En jullie bedankt.